Hallo en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Peru. Vandaag neem ik jullie mee door de Nazca-lijnen en Arequipa. Dan gaan we naar Nazca. Dat is een 4 uur lange busrit en dat kost 10 euro per persoon. Dus dat is wel een goede deal. En daar gaan we de Nazca-lijn bekijken. Hoe was de busrit, Prosper? Lekker warm. Ja, het was echt bloedheet. Maar het landschap was echt wauw. Echt, we zijn nu ook in een ander beland. Ze reden constant door de bergen heen. Ja, en we gaan zo op oude tekeningen die door de mensen zijn, de pre-Inca's zijn gemaakt. Daar gaan we naar kijken. Wat een goede uitleg. Het eten is gearriveerd. Eten! Hij lijkt, voor mij zit hij mij op school. Nu zijn we onderweg naar de... Nazca Leiden. Your name is? Carlos. Nice. Goedemiddag. We gaan nu omhoog om de Nazca Leiden van boven te bekijken. Ah, hier hebben we de lizard. Wauw. Dus, je ziet daar zo het kopje zitten. Dan zie je de twee handjes zo. I can fly high, I can go low. Deze tekeningen zijn 600 jaar geleden voor Christus gemaakt. En die andere zijn... Oh nee, deze zijn 900 jaar voor Christus gemaakt van het Paracasvolk. En de vorige tekeningen die zijn 300 jaar voor Christus gemaakt. En dat is gemaakt door het Nazca-volk. Nu zijn we de zonset aan het bekijken, zonondergang. Hey Lucas! She's making me famous. Yes! We go! Nu zijn ze gaan we avondeten bij Oma Shana. En we zijn net terug van de tour. En we hadden net echt een hele mooie zonsondergang over het Andesgebergte. We gaan nu wachten tot het 12 uur is en dan nemen we de bus naar Iquitos. En dat is de tweede grootste stad in Peru. Tja. Een hele goede morgen. Twee boeken aan het lezen. Nee, twee boeken. Gek. Vannacht hebben we de hele dag in deze bus gelegen. Wat geven we deze bus? 1 op 10? 2 fooi. Oh, prima. Alleen, je kan niet zo goed bij het tv'tje. Super ver weg. Ik kan wel met mijn voeten. Ja, dat is vervelend. Maar we zitten nu... Je meent er daar niks van. Nee, we zitten een goede 12 uur in de bus. De linkse kloof. En we hebben vannacht in de bus geslapen. Eindelijk in Arequipa beland. Op een aangelegen hotel. Ja, 11 uur in de bus. Een taxichauffeur. Na 11 uur. Ja, lange rit. Maar we zijn er eindelijk wel. Waar zitten we dan? Zitten wij in restaurant Chiro Funchi. Even lunch, ontbijt te bestellen, ontbijt om heel scherp te zijn. We hebben zo'n kookcursus Portu Peruaans. En hier verblijven wij, heel mooi. Kookles, Peruaans koken. Yes. Wat zijn we aan het maken? Ik wil maar de oorspijzen. Ja. Ja. Just be careful, Kashimochi. Kashimochi. Like, ja, kom maar. Maar ben je niet heel lekker. Oké,
veel aardappel. Wat zit erin? Aardappel, tonijn, tomaat, ui, aardappel, mango, avocado, aardappel, olijfjes, mayonaise. Laten we hopen dat het lekker wordt. Een hele goede morgen. We trappen de dag af in Akira. Op weg naar de kathedraal. We zijn in Arequipa. Fout. We slapen nu in het hotel Aviva La Casa. Het is echt een prachtig hotel. Dikke shout-out daarnaartoe. Dikke shout-out daarnaartoe, ja, inderdaad. En gisteren hadden we kookles. Dat was heel leuk. We hebben een beetje Peruviaans leren koken. Dat was wel lekker. Was, Maar het eten was net iets te lang gebakken. Dus dat is wel jammer. Voor ons is de kathedraal. Ja, de kathedraal die je nu niet kan zien door de bomen. Dus Linge heeft de perfecte plek uitgekozen om dit te filmen. Dus de kathedraal gebouwd in 1568. Die is helaas caught on fire. Stond in de fik in 1844. Toen hebben ze hem snel herbouwd. En toen 15 jaar later was een aardbeving, was hij weer helemaal naar de grond. Nu is hij weer herbouwd. En nu staat hij nog. Nu staat hij er nog. Het is gebouwd door koloniale mensen. Ook wel de Spanjaarden. Van de kathedraal. Daar is Pichi Pichu, Misty en dat was ook een naam. Maar deze stad heet dus de Witte Stad, omdat alles hiervan is gemaakt van magma. Plaza de Armas. We zijn nu traditionele kleding aan het uitzoeken in Peru. Doe maar mij filmen. Zoals we hebben dit masker. Misschien gaan we deze kopen. Even kijken hoe die staat. Ja, weet je. Ja, niet helemaal het ding denk ik. Maar goed, kijk verder. Dus we zijn even aan het lunchen bij La Despensa. Maar jij hebt een hele vlog in. Hè? Heerlijke juice. Mag je een tip geven? Miles in Budapest, my of naar het grachten. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Nou, ondertussen zijn we terug van draf en holy shit, dat was zo ziek. Je hebt zeg maar 5 schalen op graften en dit ging tot schaal 3. Dus het was best wel extreem. En er waren golven dat er over je heen kwamen, joh. Jolanda heeft ook gegild in de boot, toch? Oh, ja, jij ja, ook, Ling, hoor. Ik hoorde je van verre. Nee. Jolanda heeft alleen gegild in de boot. En het water was koud. Het kwam zeg maar van Minty, die berg hier. Die is 6000 meter hoog. En al dat sneeuw was gesmolten en dat was dus waar de rivier uit bestond, dus het was ijskoud water. En Ling had nog gesprongen van een steen. Ja, dat was ook wel leuk. Maar we zijn nu onderweg naar een van de beste restaurants in Arequipa. Het heet... Arequipa. Hoe heet het? Six? De workshop gehad, chocola maken, was erg leuk. Wat chocola is echt chocola en wat nep chocola is? Ja, blijkbaar is Toblerone en Milky Way allebei fake chocola en gebruiken ze geen chocoladeboter, dus dat is wel bizar. Ja, was erg leerzaam. Traditionele kleding aan het passen. Dit is een
Poco Poco noem ik het zelf. Super mooi. Beautiful. Maar ik vind deze niet heel mooi eigenlijk. We hebben een nieuw artikel gevonden. Het heet de alpaca muts. Kijk, Guido is goed. Het heet de alpaca muts. Maar wacht voordat je betaalt. Ja, hartstikke fancy. De laatste avond in. Arequipa. Arequipa. Dit is de laatste avond in Arequipa. En we sluiten af met een vegetarisch restaurant. Waarom Ronald? Nee, omdat we te veel vlees hebben gegeten. We willen onze voetafdruk op de aarde kleiner maken. Arequipa is een hele mooie stad. Zeker de moeite waard om heen te gaan. Het uitzicht is verschrikkelijk mooi met alle vulkanen en bergen waar het mee is omringd. En de stijl is best wel Spaans kolonisch. Alle muren en gebouwen. En alle gebouwen zijn dus vanuit witte vulkaangesteente gemaakt. De prijs-kwaliteitverhouding is hier zeer slecht ook.